Dit wist je nog niet over mij. Ik kan enorm genieten van vrouwenseries zoals Gossip Girl. Goedemorgen, het is vandaag zaterdag en ik ga nu naar een supermarkt met Vlaamse en Nederlandse spulletjes. Dat was gewoon echt toevallig dat ik dat heb gevonden. Want ik wou al lang zo wat koeken en zo voor mijn kot, maar ik dacht ik google gewoon. Ik dacht ik google gewoon, zeg je altijd geluid hier. Ik dacht ik google gewoon supermarkten in de buurt van mijn kot en dan kwam ik op dat adresje terecht. Dus ik ga eens kijken daar. Ben er! Ik ben dus net terug van dat supermarktje en ik heb een aantal dingen gekocht, dus ik ga die nu laten zien. Ik heb beschuiten gekocht. Echt, echte beschuit. Ja, Wilhelmina muntjes. Kleine confituurtjes van De Ruiter. Dat is ook dat merk dat die hagelslagjes heeft. Speculoos. Ik moet wel nog een koekendoos kopen, want anders gaat hij niet mee naar school. En sultana koeken, lekker. Misschien dat ik er in de toekomst nog eens ga, want dat is wel leuk om zo nostalgische productjes te eten hier natuurlijk. Het is nu iets voor 7:30 en oh, er komt een trouw. Nee. No. Ah. Nu iets voor 7:30 en ik ben nu onderweg naar het strand, want ik ga daar met Josephine, dat meisje van Gent, hamburgers eten. Hier zijn onze burgers en wat zit er in die van u? Nee, wat zit erin? Wat turk had ik met lam en spek? Champignons en spek. Ja. En spek, ja. En ik heb de burger van de maand met, oh, wat zat daarin? Ja, ajuin en asperges, denk ik. Ja. Ja. En nog van alles lekker en ja, voilà. Smakelijk! Mojito! Terug op mijn kot en ja, het is al bijna 11 uur, dus ik ga nu in mijn bed kruipen, want morgen is het weer de nationale feestdag en zoals ik al eerder heb gezegd ga ik werken aan een groepswerk, dus ja, ik wil toch een beetje op tijd uit mijn bed kunnen, dus ik ga nu lekker slapen, dus tot morgen. Hallo, het is vandaag zondag en het is vandaag 11 september, dat is de Catalaanse nationale feestdag en dan ga ik met een meisje van mijn klas werken aan dat groepswerk, dus tot zobiet. Ondertussen zit ik op mijn bed en ga ik nu voor het eerst in het vriendenboek kijken dat ik van mijn klasgenootje heb gekregen. Ik ben benieuwd. Maarten, die schrijft, dit wist je nog niet. Nee, ik zal het niet zeggen. Hij heeft iets geschreven, dit wist je nog niet over mij. Maar ja, misschien vindt hij dat niet leuk als ik dat in dat filmpje zeg. Dat is wel een grappig antwoord. Voor dit gerecht mag je mij wakker maken. Frietjes van de put. Ja, een frituur met ons aan school. Oh, dat mis ik echt wel. Frieten van de frituur. Het saaiste dat we al samen gedaan hebben. Naar de les van Inge gaan. Ah, Inge, ja. Deze vraag zou ik je nog willen stellen. Hoeveel uur per dag zit je op je gsm? Veel. De volgende is 10. Mijn favoriete website is Go With Flow. Oh, zo schattig. Zo liet ze mij over 10 jaar een rijke tata met veel katten. Ja. Het
Dit wil ik zeker nog eens met jou doen. Celebrities spotten en een filmpje maken voor je YouTube-kanaal. Zullen we zeker doen als ik terug ben bij deze Pinky Promise. Jouw beste eigenschap is je zorgzaamheid. Maar dit zou je toch moeten afleren. Niet, want je bent perfect zoals je bent. Oh, schattig. Hartje. Oei, ja. Van Daan. Hij is blijkbaar bang van spinnen. Nu we al wat langer vrienden zijn, vindt hij mij barmhartig. Dit ben jij in 3 woorden. Slim, grappig en vriendelijk. Nu is het tijd voor Manon. Ze schrijft dat ze verliefd op Ryan Gosling. Wel, ik ook hoor. Ze schrijft mij in 3 woorden als modebewust, lief, behulpzaam en origineel. Ja, het zijn er eigenlijk 4, maar oké. Dat is niet erg. Ze geeft het meeste geld uit aan LP's. Ja, daar wil ik ook nog wel een platenspeler kopen, maar ja, best als ik dan toch in België ben, denk ik. Lorenzo, waarom is iedereen bang van spinnen? Ik heb er totaal geen bang van. Ik geef het meeste geld uit aan eten, kleding en concerten. Ja, daar heb ik ook echt... Ja, dat is ook story of my life. Ja. Dit is het leukste dat we al samen hebben gedaan. Troye Sivan, ja, dat was echt een... topconcert. Sowieso als hij ooit terug naar Europa komt, dat ik weer al tickets ga boeken, want ik ben echt een diehard fan. Hij schrijft, ik denk dat jij een goede Erasmus-student zou zijn. En wel, ja, ik hoop het ook. Chloe, weer al bang van spinnen. Oh, veel kusjes en knuffels, veel plezier in Barcelona, schrijft ze. Demi, die schrijft dat ze nooit gaat diepzee duiken en als ze bang is van meeuwen. Toen ze mij voor het eerst zag, dacht ze, hey, dat is hier van Instagram. Shani, yay. Weer al bang van spinnen, allee. Dat wil ik nog zeker met jou doen, een concert of een sleepover of naar Barcelona komen. Dit is het leukste wat we al samen hebben gedaan, het concert van Kygo. Mijn beste eigenschap is iedereen helpen. En wat ik zou moeten afleren is minder stressen, ja, ik weet het. Kijk, dit zijn wij op het MAS. Oh, dat was vlak na ons laatste examen. Oh, memories. Paulien, ook al bang van spinnen. Het leukste wat we al samen hebben gedaan, gaan eten bij El Cardinale. Echt beste hamburgers van Mechelen. Als ik je een bijnaam zou geven, zou het backseat zijn. Ja, alleen mijn klas weet waarover dat gaat. En haar favoriete quote is "And break" van Maggie van Spring. Oh, echt leuke herinneringen. Nu is de beurt van Alexander. Ah, die is bang van slangen. Ja, ik ben ook eerder bang van slangen dan van spinnen, denk ik. Toen ik jou voor het eerst zag, dacht ik, dat ziet er een toffe uit. Nu we al wat langer vrienden zijn, vind ik jou nog toffer. Jouw beste eigenschap is behulpzaam zijn, maar dit zou je toch moeten afleren. Niks, stay who you are. Oh, zo schattig, dank u. Met dit cadeau zou ik heel blij zijn, een bongobon. Oh, wie is er nu blij met een bongobon? Allee, doe dat mij nooit cadeau alsjeblieft. Hij geeft het meeste geld uit aan kebab uit de Donor Company in het station van Mechelen. Giovanni, die is bang van ratten, ja. Ja, ik ben ook eerder bang. Nee, nog altijd slangen meer dan ratten, denk ik. Oh, hij doet vrijwilligerswerk in een tehuis voor mensen met een beperking. Amai. Echt chapeau. Vincent. Oh, voor dit gerecht mag je mij wakker maken. Sushi. Oh, voor mij ook zo. Oh my god. Dit wist je nog niet over mij. Ik kan enorm genieten van vrouwenseries zoals Gossip Girl. Deze vraag zou ik je willen stellen. Zou je ooit naar een wildvreemde stad verhuizen? Denk er vanaf, ja, als deze nu echt mijn stad gaat worden, wil ik dat misschien wel. Maar ja, dat reis zit echt in mij. Dus misschien dat dat later misschien voor mijn job wel nodig gaat zijn als journaliste of zo. Maar ja, die reismicroben, dat zit echt in mij. Dus misschien wel ooit, ja. Febe en Simon hebben dat allebei niet ingevuld, helaas. Maar dan gaan we over naar Gerry. Toen ik jou voor het eerst zag, dacht ik, amai, die kan goed regelen. Oh, die zegt, de titel van de film van mijn leven is One Night in Florence. Dat is wel toepasselijk, hè? Dit wil ik zeker nog eens met jou doen, een Fritz Cola gaan drinken. Ja, dat was echt heel lekker. Dat was bij de Belmondo, de Belmodo in de stad in Antwerpen. Hadden wij eens een cola besteld en dat was
geen gewone cola, maar een Fritz cola, dus van Duitsland. Dat was heel lekker. Christel, haar grootste blunder ooit. I don't care anymore. Oh, ze wilt graag met mij eens een citytrip doen. Dus als je stemmingen weet, Christel, laat het maar weten, hè. Jonas. Voor dit gerecht mag je mij wakker maken. Alles als jij maar trakteert, zeg. Dit heb ik het laatst gegoogeld. Originele antwoorden voor in een vriendenboek. Dit ben jij in drie woorden. Bezige, blollende bij. Daar is over nagedacht. Deze vraag zou ik je willen stellen. Van waar de liefde voor Cuba? Dus in het derde middelbaar ongeveer moest ik een paper maken en een presentatie over een bepaald land. En eerst wou ik zo een basic land pakken, zoals Frankrijk of Nederland, maar dat was jammer genoeg al bezet. En dan heb ik maar eens een zotte keuze gemaakt en voor Cuba gekozen. En sindsdien is dat dan eigenlijk mijn nummer 1 bestemming geworden. Maar ja, nu dat Amerika daar stilletjesaan terug zich in aan het mengen is eigenlijk, wil ik zo snel mogelijk naar daar gaan, want anders is heel dat Cubaanse aspect eigenlijk al wat verdwenen. Anoushka. De beste film die ik ooit heb gezien, The Notebook. Ja, echt ook een van mijn favoriete films. Oh, Cuba staat ook op haar bucketlist. Oh. Amber. Maar die heeft er echt een kleurrijk tafereel van gemaakt. Oh my god. Oh, dus ik ben aan het zonnen. En zij zit in regenachtig België met een tasje thee. Dit is het leukste, grappigste, gekste, spannendste, avontuurlijkste dat we al samen hebben gedaan. Radio gepresenteerd bij Project Wolf. Ja, dat is waar. Voilà, dat was het. Dus bij deze wil ik dan ook mijn klasje bedanken om dat in te vullen. En ik hoop dat Pauline in Parijs ook zo'n leuke antwoorden te lezen krijgt. Dus bedankt hiervoor. En ja, wel. Ja. We zitten hier nu bij Lolita en we hebben nachos besteld. Do you want to come on the camera or? Yeah? Okay, introduce yourself. Hallo. Leo. Okay, and you're from Germany. Yeah. Smakelijk. Zo, het is nu iets na 10 uur en ik ben nog met dat meisje van mijn klas ook nog een ijsje gaan eten. Morgen is het alweer maandag en dat wil zeggen dat ik bij deze mijn weekendvlog ga afsluiten. En morgen is het weer een nieuwe schoolweek, dus dan ga ik jullie weer meenemen. Tot morgen. Ik heb daar straks mijn Engelse test gehad op school. Spaanse. Spaanse test.